Ik ben een jaar geleden bij jou gekomen. Ik dacht al dat ik al heel wat kon, maar ik heb van jou erg veel geleerd. En voordat je met het Next Level Producer traject begon, hoe was het toen voor jou om muziek te maken? Voordat ik überhaupt bij jou kwam, Biel. Ja, waar liep je tegenaan? Nou, ik heb al producties gemaakt en nu weet ik met wat ik al geleerd heb, dat het allemaal veel te ingewikkeld en geluiden elkaar in de weg zitten, doordat het niet filterde. En ja, allemaal van die 100 van die kleine trucjes waardoor de muziek veel transparanter geworden is nu. En daardoor ook prettiger om naar te luisteren. Ja. Ja. Steeds meer mensen willen naar mijn muziek luisteren. Kijk. Dus heb je het gevoel dat je al dat je stappen al hebt gezet door dat traject? Dat gevoel heb ik zeker, maar dat is ook vooral merken uit de feedback die ik krijg van mensen om me heen. Muziek en niet-muziekvrienden, die dan zeggen van jeetje of... Hè? En ook de collega's hier. Ik krijg steeds minder tips. We zijn steeds dichter bij het perfecte eindresultaat. Ja. Het beoogde eindresultaat, want perfectie hoeft niet. Als het maar lekker klinkt. Ja. Als je kijkt naar de investering die je hebt gedaan in het traject, vind je dat de moeite waard? Tot nu toe wel, ja. En op mij, ik ben nog niet meer zo de jongste. Maar het is elke dag feest om achter mijn laptop te zitten of mijn iMac en mee bezig te zijn. En elke keer kom ik na een uur of twee en dan vannacht denk ik, yes, dat is cool, dat is gelukt, ja. Dat is gaaf. En ook als ik problemen kom, denk ik, ik weet nu hoe ik ze moet oplossen. Hoe ik het probleem moet benaderen om het uit de weg te krijgen. Hmm. En dat is hartstikke leuk. Super. Ja, ik krijg steeds meer, een steeds grotere gereedschapskist. Waardoor ik mijn creativiteit veel beter vorm kan geven. Hmm. En daar gaat het om. Ja. Beste voor mij. Ja. Ja. En wat hoop je nog te bereiken? Dat ik plezier hou hierin. Ja. En ik vind het ook leuk dat dus meer mensen dan alleen in mijn studiootje mijn muziek kunnen gaan horen. Ja. En dan mogen ze van vinden wat ze willen, maar dan is het er tenminste. Ja. En dan heb ik toch mijn marks in live gezet. Ja. 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 Dus samenvattend, zou je andere mensen aanraden om ook mee te doen met het traject? Ik zou het iedereen willen aanraden. Als je met muziek bezig bent en je wilt dat het beter gaat klinken dan wat het nou doet. Jongens, ga naar Ben, want het is echt heel leuk, heel gezellig. En Ben legt het uit met geduld en met rust. En je kan altijd vragen stellen. We hebben leuke Zoom-meetings. Ja, ja. Ik vind het een hele goede formule. Ik kan het echt iedereen aanraden. Ja, ja. Ik ben er beter van geworden.